We zien eigenlijk een beetje punt om muscleer te maken en dan naar bed te gaan. En ja, de plossing. Toen gong de hoen inderdaad al. En de doorbel die gong. En ja, we zitten even op de klok te zien van ja, waar is dat nou nog rond deze tijd? Wat zeg je jou dat je de door hier op een dienen? Ja, ik zeg je twee politiemensen steren en ja, mijn eerste indruk wie van ja, wat ga ik nou mijn fiets hangen? Wat matten ze van mij? En ja, ze hingen een kogelvrije vest nog, zeg ik wel. Dus ja, ik dacht toch wel, dat zit toch wel iets ernstigs aan nog wel geweest. Want normaal rint de politie daar niet in. En ja, zat ik je wat de strik in, zeg. Toen ja, zie ik daar een politieauto steren, die stierde dwars op het dik. En ik zie daar nog een politieauto steren. Dus ja, ik heb echt wel een keer een idee wat er aan de hoorn hier. Dus toen vroeg ik er onderwijs af van, nou, bist van jou naar Futwest? En wij best West en hij is nog maar mensen kunnen praten en zo. En nou goed, ik, ja, ik zei ik ben Futwest te fotograferen. Want ja, dat is een van mijn vrije jong man die te jong is, dus dan doe ik wel eens wat hobby dingen. Dus hij vroeg van, ja, die auto zit achter, daar gingen ze dus al West, hier al in de gaten. En daar woonden ze dan graag in zien, wat daar inline. Dus, nou ja, ik heb nog steeds geen idee wat er aan de hand is, dus toen ben ik me naar mijn auto te zetten. Nou, dit is hem dan. De Galasnikov. Ja, het verhaal weer dat, dat iemand daar los rieden weer, bij het weekend. En mij daar Sean hier, en ze zien Sean dat ik dat stief eruit pakte. En dan zien ze ik nog Sean dat ik dan zeg maar waarschijnlijk dit ding heb, om die poortje te doen. Nou ja, dat zit er dan misschien uit als het installeren van een wapen, dat weet ik net. En dan wordt er wat langer. En ja, toen heb ik mijn camera hier bovenop geklikt en ja, toen ben ik zag richting het spoor. En ja, iemand die ervan overtuigd dat een iemand met kwere bedoelingen weer die iets met die trein uit Hollywood. Dus die het hier niet een twaalf bellen. En zat dan is er de hele boel op gang komen. Wat vind je ervan? Ja, ik snap het eigenlijk wel. Ja, ik bedoel, als de melding gewoon echt neemt, dan zou je van nou, daar rent iemand met een automatisch wapen richting de spoordiek en iemand is ervan overtuigd dat hij dat station heeft. Dat is dan ja, die boel nailoekt en het zekere van het onzekere neemt.